Het is natuurlijk een pand dat al een hele tijd leeg was. En we zien de economie aantrekken en we zijn ook hartstikke blij dat het gelukt is, door de belegger, om er een partij voor te vinden. En we kunnen het ons ook goed voorstellen. Het is een mooie locatie en het is denk ik een mooie toevoeging aan de stad. Dus de Plaza Hotelgroep zitten voornamelijk in Duitsland en Nederland ook wel een paar vestigingen. Best Western is onder andere de merknaam die ze voeren. Al enig idee wat het hier in Almere gaat worden precies voor een merk hotel? Nee, dat durf ik niet te zeggen. Dat zult u echt aan hen zelf moeten vragen. Ik meen 5 etages in eerste instantie gaan vullen. En daarmee is het volgens mij een mooie toevoeging. En achter het station, ook een gebied waar we graag wat meer levendigheid zouden zien de komende jaren. Dus wij zijn er blij mee. Ja, het is een gedeelte van de toren, niet de volledige toren die gevuld wordt met dat hotel. Ja, dat klopt. Dus ze beginnen met 5 etages en ze zijn nog aan het kijken naar wat voor andere invulling ze kunnen vinden voor de etages die daar dan nog boven zitten. Ja, ik geloof een restaurant op een hoge verdieping, dus dat wordt weer ook een mooi uitzicht over de stad dat we daar hebben. Nou ja, het was leuk. Ik was er vanmiddag even en het mocht ook voor het eerst even in het pand kijken. Ik was er nog nooit in geweest. We zijn op de bovenste verdieping geweest. Ja, dat is wel een waanzinnige plek, zeker als het zo mooi weer is als vandaag. Dan heb je fantastisch uitzicht over de hele stad. Dus wie weet. Een paar deuren verderop staat een gebouw van de gemeente, het Alnovum. Daar is in het verleden steeds over gesproken dat daar een hotel moest komen als het aan de gemeente lag. Zijn die plannen nu van de baan? Het is nog steeds te koop en in de markt. We voeren gesprekken met andere partijen. Daar kan ik natuurlijk niet zo heel veel over zeggen. Maar we hopen dat we binnenkort daar ook nieuws kunnen melden. Maar goed, dat blijft altijd een proces van onderhandelen en vraag en aanbod. Het helpt natuurlijk als meerdere ontwikkelingen achter het station plaatsvinden. Uiteindelijk ook bij de verkoop van het Alnovum. Ja, hebben zij aangegeven waarom ze die locatie juist zo mooi vinden? Nou ja, vooral vanwege het station natuurlijk. Het is natuurlijk Het gebouw is sowieso prachtig, ook aan de binnenkant. Maar de verbinding met Amsterdam en het snelle treinverkeer is met name natuurlijk voor internationale toeristen heel aantrekkelijk. En ja, 23 minuten van hartje Amsterdam is natuurlijk heel dichtbij. En met heel veel voorzieningen natuurlijk ook nog in het Almeerse, in het centrum. Nou ja, dat is een mooie combinatie.